Kaat, hè? Die uitdrukking is weer even helemaal uit het vet gehaald. Kaat, hè? Zeker nu. Sneeuw, kou, wind, weet ik veel allemaal. En overal hoor je het weer op de radio. En op straat natuurlijk. Kaat, hè? Kijk, je moet het wel met de goede intonatie zeggen. Je moet niet gewoon alleen maar zeggen... Koud, hè? Want dat werkt niet, dat is niks. Ik bedoel, het is een beetje zo dat je wel gewoon... Koud, hè? Je moet die toon moet je er wel bij hebben. Koud, hè? Dus wel met die intonatie. Koud, hè? Een beetje zo half door je neus zo. En dan wel een klein beetje dat Amsterdamse accent erbij. Ja, koud, hè? Dat is hem. Ja, en ik kan het weten. Want je kijkt eigenlijk naar de uitvinder van Kaat, hè? Daar kijk je naar. Nou ja, uitvinder. Hé, hey. Eigenlijk is het bij toeval ontstaan. En dat was in januari 1987. Toen stonden we met een camera en met een engel en we deden bovenop het nieuws. Stonden we bij het paleis op de Dam, want daar was de nieuwjaarsreceptie van de koningin. En dan moesten daar de ministers en weet ik veel en ambassadeurs, die moesten zich daar melden. Maar het was daar een potje koud op die Dam die dag. Het was geloof ik -10, ja, en het waaide daar keihard. En de gevoelstemperatuur was iets van -15, -20 en dan stond ik daar maar. En de accu's die liepen leeg en het was één grote chaos. Ik was helemaal ingepakt. Ik had weet ik veel hoeveel kleding aan en handschoenen. Alleen mijn gezicht, die bleef natuurlijk zichtbaar. Maar goed, en ik bedoel, op een gegeven moment, je kon je gewoon daar, want die kaken, die gingen natuurlijk vastlopen in die kou. Want het was, en maar dit in die handschoenen doen. Om nog een beetje beweging in je vingers te hebben. Maar die kaken die sloegen helemaal op slot. Dus ik kan gewoon helemaal niet meer lullen op het laatst. En alleen nog maar roepen dan, koud hè. En nou ja, die mensen die keken me aan en die moesten soms gewoon alleen maar lachen. En dat was het dan. Dat was de hele reportage. Je zag mensen voorbij komen. En ik riep alleen maar, koud hè. En dat was het. En we hoorden dat de volgende dagen terug en overal en iedereen riep het. En voor je het wist, hadden we dus een succes met Koud hè. Gewoon puur toeval. Dus we namen een liedje op en Henk Temming van het Goede Doel, die ging het liedje maken. Ik kom in die studio en hij zegt, ja, maar dit is helemaal populair nu in Amerika. Dat is helemaal nieuw, dat hebben we nog niet gehoord in Nederland. Ze doen daar een soort praatzingen, noemen ze dat, een soort van rap. En daar had ik echt nog nooit van gehoord. En hij doet het liedje voor, zo'n beetje met een kaart, hè. En ik vond het helemaal niks. Ik zei, hè? Wat een zeiknummer. En hij zei, nee, dit is helemaal hip en dat moeten we doen. En ik bleef maar zeggen dat ik het helemaal niks vond. Uiteindelijk hebben we het toch maar gedaan. En daar kwam de hit uit. En sindsdien is het een evergreen. Ja, want het wordt sinds die tijd, sinds 788, altijd elk jaar weer gespeeld op de radio. Dus vrienden, zo zie je maar. Je neemt dus een combinatie van een beetje toeval en iemand die een lied verkeerd inschat. En wat krijg je dan? Ja, een enorme hit. Veel plezier in de sneeuw en op het ijs. En blijf het zeggen, hè? Maar met een goede intonatie. Kaat, hè?